Het ministerie van Binnenlandse Zaken is er niet over te spreken. Dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, zich in de media uitlaat over zaken. Deze houding werpt volgens het ministerie een onnodige schaduw op de aankomende verkiezingen met alle gevolgen van dien. Het gaat in deze om het wel of niet toelaten van de twee toezichthouders van het OKB in de stemlokale. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een persbericht dat zij op 5 mei aan alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen de voorstellen over COVID-19 maatregelen heeft gepresenteerd, met de bedoeling dat deze becommentarieerd werden. De maatregelen zijn in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het COVID-19 managementteam tot stand gekomen. Ze worden nodig geacht zodat 25 mei geen COVID-19 spreidingsrisico vormt in Suriname. Tijdens de meeting heeft het grootste deel van de politieke partijen aangegeven moeite te hebben met de plaatsing buiten. Ze gaven aan dat indien de ruimte het niet toelaat, tenminste de OKB-toezichthouder in het stemlokaal wordt geplaatst. Een andere optie die naar voren was gebracht was om op elk stembureau camera's binnen en een beeldscherm buiten te plaatsen. Zodat een ieder buiten het stemlokaal de handelingen in het stembureau goed konden volgen. Met de feedback van de politieke partijen wordt thans de laatste hand gelegd aan de COVID-19 maatregelen die op 25 mei 2020 zullen worden gehandhaafd. Waarbij het voorstel om de OKB-toezichthouder in het stemlokaal te plaatsen meegenomen wordt.